Die vent is Mike Oram, de kapitein die mij over het kanaal moet begeleiden. Ik wacht al 2 weken op zijn verlossende telefoontje dat ik mijn poging mag doen. Het weer wordt steeds slechter en de dagen steeds korter. Ik weet dat ik uren in het donker zou moeten zwemmen, waardoor het nog kouder zal zijn. Dan blijkt dat er een ervaren kanaalzwemmer is omgekomen. 1 kilometer voor de kust van Frankrijk, na 16 uur zwemmen. Een vader van 2 kinderen. Ik tel de som op. Hey Wim. Ja? Ik ga er weer stoppen. Wat bedoel je? Met het zwemmen. Bezig. Ik kan niet stoppen. Nee, ik kan niet stoppen. Dit is een grap. Nee, het is geen grapje. Ja, het is echt. Het is kansloos. Ik ga het niet aan. Wat zit hier achter? Er zit niks achter. Het is echt zo. Ik heb het al besloten. Ja. Maar je gaat het niet eens proberen? Nee, nee. Ik denk dat het een deceptie wordt. En dat wil ik niet. Ik wil dat het slaagt. En als het slaagt, dan hebben we iets fantastisch. Maar als het niet slaagt, dan hebben we gewoon helemaal niks. Dus het is gewoon fucking kut. Ja, we moeten gewoon ik moet gewoon realistisch zijn. En ik kan gewoon het risico niet lopen. Het is gewoon Nou. Ik ben, moet ik eerst zeggen, ik ben ook echt gewoon, kijk, ik ben ook nog nooit zo ontzettend fit geweest. Ik kan gewoon deze auto optillen, bij wijze van spreken, maar het is gewoon niet goed. Niet goed genoeg. Het is gewoon niet goed genoeg, hè. Ik ga het gewoon nooit halen. En dan moeten we, Nou ja, dit is gewoon geen kattenpis, weet je. Dit is niet iets waar je zomaar instort of zo. Dit is, hier moet je gewoon. Ja, dit is gewoon echt spelen met je leven. En ik moet echt worden. Ja. Eerlijk zijn en zeggen van nu, het is kansloos. Ik ben een moe afblazen.